Het verslag van NEC in Spanje 2014 wordt u aangeboden door Weijers Riooltechniek en André Weijers Grond, Water en Wegenbouw BV. Inmiddels is NEC al aangekomen in Soto Grande. Vandaag hebben we een gesprek met Ryan Kolwijk. Ja, dat is niet de eerste trainingskamp dat jij zo'n NEC meemaakt. Hoe omschrijf je deze op accommodatie in het hotel? Nou, ik denk hetzelfde als de anderen. Het is allemaal top geregeld. Faciliteiten zijn goed, dus dat is genieten. En het weer is ook nog goed. Dus, Ja, want als je dan zo'n bus 10 minuutjes van het hotel richting het trainingsveld hier zo, hoe traint het? Want Club Brugge, ja, die zit naast je. Eigenlijk weinig last van, denk ik zo. Ja, helemaal geen last van. Het is gewoon heerlijk. Het veld is goed, het weer is goed. Dus ja, niks te klagen. Hoe beleef je zo'n week dan met z'n allen nu? Ik denk dat dit wel goed voor ons is. Ik denk dat de winterstop op het juiste moment kwam. Iedereen kon even zijn hoofd leegmaken. En dan denk ik dat dit de perfecte plek is om weer te beginnen aan het tweede seizoenshelft. Ja, dat we gewoon punten moeten gaan pakken. En dat natuurlijk de eerste wedstrijd die eraan komt, dat gewoon een wedstrijd is die van levensbelang is. En daar moeten we gewoon met z'n allen naartoe werken en topfit aan het fluitsignaal staan. De wedstrijden die dan hier gespeeld gaan worden, hè, Mainz, Werder Bremen, dat zijn op zich wel tegenstanders van kaliber. Wat is jouw indruk daarbij? Nou, ik denk dat het alleen maar goed is. Ik bedoel, het zal zwaar worden, maar ik denk dat het goed voor ons is. En ik denk dat we niet te veel moeten kijken naar de uitslag. Vooral gewoon naar wat op het veld laten zien. En natuurlijk wil je graag winnen. Dat is belangrijk, ook voor het vertrouwen. Maar lijkt me duidelijk dat dit wel tegenstanders zijn van een ander kaliber dan dat we in Nederland tegenkomen. Spitsen worden genoemd, centrale verdedigers worden genoemd. Zijn dat ook de posities waar jij van vindt dat daar wel bij moet komen? Nou, de trainer wil graag dat alle posities dubbel bezet zijn. Dus als je daarna gaat kijken, dan zijn dat de posities die, waar versterking moet komen. Zou dat voor jou bijvoorbeeld fijn zijn om op het middenveld wat meer opbouwende verdediger bijvoorbeeld achter je te hebben? Ik denk dat elke versterking natuurlijk welkom is. En welke positie maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik denk dat het wel handig is dat we dubbel bezet zijn. Want mocht er iemand uitvallen, dan hebben we iemand achter de hand. Natuurlijk weten we allemaal dat jouw contract afloopt. Wil je wel verlengen, wil je niet verlengen? Ik sta open om te verlengen. En we gaan binnenkort praten. Dus zal het duidelijk worden van hoe en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het verslag van NEC in Spanje 2014 werd u aangeboden door Weijers Riooltechniek en André Weijers Grond, Water en Wegenbouw BV.